Dames en heren, als je kleine kinderen thuis hebt of je bent opa en je hebt kleinkinderen op bezoek, dan is het elke dag weer verzinnen wat je allemaal gaat doen met die kleine kinderen. En daarvoor hebben wij het Hof van Kaatje en daarvoor is aanwezig Bertie Laurent. Ja. Welkom in de uitzending. Dank je. Je bent Wiegense van geboorte. Ja. En je hebt hier je hele leven gewoond. En jij bent enkele jaren geleden met het Hof van Kaatje begonnen. Klopt. Zou jij eerst aan de kijkers willen vertellen wie je bent en wat je hier allemaal voor die tijd hebt gedaan, voor je het Hof van Kaatje bent begonnen? Ja, is goed. Dankjewel. Bertie Laurent, 35 jaar, kom inderdaad uit Wiegen, jongsleden getrouwd. Ik heb de hoger agrarische school gedaan in Den Bosch. En daarna heb ik een kantoorbaan gehad, ben ik afgestudeerd en bij mijn afstudeerbedrijf in Nijmegen kon ik eigenlijk gelijk beginnen. Heb ik een paar jaar gedaan, dat was een landbouwmachine-importeur. Alleen dat was een kantoorbaan, op zich wel heel leuk, maar bloed ging waar het niet gaan kon. En toen ben ik eigenlijk van de een op de andere dag naar huis gekomen en tegen mijn ouders gezegd, ik ga iets anders hier op jullie bedrijf beginnen. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, daar gaan we dadelijk nog even op door. Maar je hebt ook bij John Deere gewerkt. Want we lazen in de Wegwijs dat jij naar je bruiloft kwam op je eigen tractor. Ja. En dat wil ik natuurlijk wel weten. Klopt. Heb ik inderdaad, zoals ik zei, daar heb ik afgestudeerd. En ik heb daar op de afdeling verkoop gezeten. En daar word je enigszins besmet met het John Deere virus, net hoe je het zegt. En toen heb ik inderdaad voor de bruiloft heb ik een vrij grote tractor kunnen regelen. Voor ons om naar de kerk te gaan en naar de gemeentehuis. Ja. Dus dat was wel, dat was leuk. Ja. Jij komt thuis en je zegt, ik ga hier het Hof van Kaatje beginnen. En je ouders die vallen bijna van de stoel en die zeggen, hoe moet dat allemaal? En jij zet gewoon door. Ja. Hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan? Je moest je ouders overtuigen. Ja. Zelf was je overtuigd. Ja. Klopt, klopt precies. Ik was inderdaad overtuigd van het concept en van het idee. Dat moet gewoon lukken. Maar inderdaad, hun hadden op dat moment nog koeien en varkens in een gewoon normaal landbouwbedrijf. Dus dan zou er inderdaad een recreatiebedrijf komen. Dat is totaal iets anders dan veehouderij. Je krijgt bezoekers, je krijgt mensen over de vloer, je krijgt met regels te maken. En toen heb ik dus mijn overtuigingskracht toch doorgezet. In het begin vonden we het natuurlijk ook heel spannend. En ik eigenlijk ook, maar ik dacht, ik ga toch wel gewoon door. En op een gegeven moment gaat dat lopen. En nu zijn ze super trots. Ze zijn super trots. Ja. En helpen ze ook nog mee? Ja, zeker. Sowieso in het begin hebben ze natuurlijk heel veel meegeholpen. Van je moet het toch opgebouwd krijgen. En je begint echt vanuit het niets gewoon op een platte wei. Begin daar maar als jij daar wil beginnen. Dus daar hebben ze heel veel in geholpen. En nu is het nog steeds hand- en spandiensten, klein en groot. Voor- en achtergrond, meeste achtergrond. Maar die zijn even zo belangrijk als de voorgrond. Ja. Uitgangspunt was de kinderboerderij. En dat is nog steeds een heel belangrijk onderdeel. En het is niet alleen een kinderboerderij voor ouders met kinderen. Maar je hebt daar ook iets educatiefs aan toegevoegd. Ja. Met het oog op schoolreisjes. Ja, klopt. We hebben inderdaad schoolreizen organiseren we, maar wel weer voor de jongste groep kinderen, dus weer van 0 tot 6. Daar hebben we hele kleine speurboekjes voor gemaakt en die nemen de kinderen mee door de boerderij met heel eenvoudige vragen. Gewoon, het zijn kleine groepjes van 3-4 kinderen en een ouder. En dan gewoon hele eenvoudige basisvragen als van de vacht van een kip is anders dan die van een varken bijvoorbeeld. En dan aai het varken, aai de kip. En zo leren kinderen van, dat is een andere vacht. Of een kip die eet iets anders dan een varken. Of de wol van het schaap kun je iets mee doen, met de veren van een kip kun je niks doen. Dus zo lopen ze een half uurtje ongeveer langs alle dieren op. Om zo'n idee te krijgen van de dieren op de boerderij. Ja, want er zijn steeds minder boerderijen. Dus het is wel belangrijk dat de kinderen nog weten dat de melk niet uit het pak van Albert Heijn komt.
Ja. Daar heb je een mooi voorbeeld van, toch? Ja, inderdaad. Maar zo heb je iedere dag voorbeelden van het vlees en de kip. En laatst ook dat stuk in de krant van kinderboerderijen die dus zeggen van we willen alleen kleine dieren om mensen te lokken. Maar ja, dat is natuurlijk, dat is niet. Want de dieren moeten ook groeien en er moet ook gegeten worden. Dus de cirkel moet wel rond blijven omdat er kleine dieren in voorkomen. Ja, dat klopt. Maar de cirkel moet wel weer rond om weer te kunnen eten. Ja, welke dieren kunnen we allemaal bewonderen bij het Hof van Kaatje? Alle Nederlandse landbouwhuisdieren. Dus koeien, varkens, kippen, geiten, konijnen, schapen, paarden, ganzen. Alle normale Nederlandse landbouwhuisdieren. Ja, nou, dat is leerzaam. Je hebt ook een bed and breakfast. Ja. Die kun je huren. Ja. Met ontbijt. Met en zonder ontbijt. Met en zonder ontbijt. En we hebben gekozen voor het principe dat mensen... Wij zetten het ontbijt voor hun klaar in de koelkast. En kunnen ze dus zelf opstaan wanneer ze zelf willen. Er is geen bepaalde afspraak. Je moet van zo tot zo laat ontbijten. Mensen mogen zelf weten wanneer ze opstaan. Puur uit het idee van, die hebben vakantie. Er zijn er, die komen hier in de buurt werken. Maar iedereen wil op zijn eigen manier opstaan. Helemaal als je een weekend weg bent. En dan hebben wij voor gekozen om niet te kiezen van om 9:30 moet je zeker opstaan, want dan hebben wij de broodjes klaar. Mogen die mensen zelf weten, al staan ze om 4:30 op, ja. Het is hun vakantie, hun dag. Ja. En heb je goede bezetting? Ja, mogen inderdaad niet klagen. We hebben wel we hebben ook veel werknemers. En dan merk je nu wel van mensen die van buiten afkomen en hier in de buurt werken. En dan merk je wel dat nu, het is crisis. Er worden minder mensen van buiten afgevraagd en daardoor is het bij ons ook minder druk. Loopt maar, dat minder? Je weet dan de oorzaak. Dus dan, En je hebt een eigen sleutel van die bed and breakfast, dus je kunt als je een feest hebt, 's nachts thuiskomen en zonder jou te storen? Of Ja. Je hoeft niet aan te bellen? Nee, is ook inderdaad een voordeel, van daar kiezen we voor. Als mensen net een bruiloft hebben hier in de buurt, dan als ze voor de bruiloft de sleutel komen halen, mogen ze inderdaad net naar huis komen en beschonken of niet. Maar in ieder geval thuis komen en dan... het is echt je eigen huisje op dat moment. Je neemt geen bloedproef af als ze binnenkomen. Nee. Waarschijnlijk slaap ik al dan, dus nee. Je mag trots zijn, Berthe, want je bent genomineerd voor de Rob de Bes Award. Ja. En dat is de award voor het meest vernieuwende bedrijf in de toeristische en recreatieve sector van Nederland. Klopt. Toen wij samen gesprek hadden, wist je nog eigenlijk helemaal niet zoveel wat het allemaal ging inhouden en hoe het kwam. Maar nu kun je ons dat vertellen. Inmiddels ben ik helemaal op de hoogte. Rob de Bes is de bedenker van de VVV-bon en is daarna directeur geworden of voorzitter van de VVV. Bij zijn aftreden in 2007 heeft hij een award in het leven geroepen. Een stimuleringsprijs inderdaad. En dat doet hij, dat is dus om de 2 jaar, dus 2008, 10 en 12. Wij zijn nu bij 2012. Het is een stimuleringsprijs voor een bepaald, voor bedrijven die aangereikt of aangeleverd zijn door de plaatselijke VVV. Dus het waren er 50. Door middel van stemmen kon je dan bij de laatste 5 komen. Ja, dat is ons ook gelukt. En nu zitten we dus bij de laatste 5. En binnenkort is het bekend, maar dat zullen we wellicht wel lezen via de wegwijs. Ja. En wellicht kunnen we daar in een volgende uitzending nog aandacht aan besteden. Oh, dat is een idee, ja. Hoe zit het met entreeprijzen van Hof van Kaatje? Moet je veel op tafel leggen aan muntjes of valt dat allemaal mee? Nee, we houden bewust eigenlijk de prijs heel laag. Te meer om meer mensen een kans te geven om bezoek te brengen aan Hof van Kaatje. En wat je ook heel vaak ziet, het principe van even erin en eruit. Van je hoeft niet per se een hele dag te zijn, gewoon even erin en eruit, dan ben je niet een heel kapitaal kwijt. Daar staat tegenover dat wij dan wel de mensen verzoeken van het drinken thuis te laten. En dan, hebben zij ook nog iets, zeg maar. Van, dus het een of het ander. Dan heb ik gekozen dus voor de intree laag te houden, maar dan de consumpties bij ons af te nemen. Ja, je mag wel zelf eten meenemen. Ja. Maar je kunt ook bij jullie Je kunt ook inderdaad eten of lunch tosti of broodjes. Maar, dus dat is inderdaad geen probleem. Maar ja, het verzoek van het drinken, dat blijft. Ja. En we willen nog een hilarische gebeurtenis horen.
En jij hebt er vast eentje. Ja, we hebben natuurlijk meerdere. En wat is hilarisch? Dat is natuurlijk punt 1. Je maakt wel eens mee. En dat is inderdaad, of het hilarisch te noemen is. Maar het is voor jou heel zelfsprekend van dingen die op de boerderij gebeuren. En dat kinderen of ouders, maakt niet uit, daar... schrikken is een groot woord, maar echt van zijn te kijken. We hebben bijvoorbeeld een heel leuk idee. We hebben iedere zomer 2 of 3 keer de broedmachine vol met eieren. En ja, er is een dag dat die eieren dus uitkomen. Kunnen kinderen dus zien dat ze ook echt gewoon letterlijk uitkomen. En dat kinderen inderdaad ook zeggen van, zo'n kip komt ook echt uit een ei. Als je eventjes wacht, dan zie je ook echt, zie je het ook gewoon. Dus dat is wel heel, niet echt hilarisch te noemen, maar wel van... Die reactie van kinderen die echt van wow, het gebeurt echt. Het is echt zo van, dat wisten we natuurlijk niet. Ja, we hebben een kip, we hebben een ei. Maar hoe, dus dat is wel heel mooi. Ja. Zo hebben we ook wel eens verhalen uit het winkeltje. We hebben dan een klein groentewinkeltje thuis. Was ook wel mooi. Er was een mevrouw die, van aardbeien lagen er. En toen vroeg mevrouw van, zijn ze uit eigen tuin? Ja, uit eigen tuin. Zijn ze gespoten? Nee, niet gespoten. Dat is biologisch, biologisch. Dus we hadden alles nog volgens het rijtje beantwoord zoals wij dachten. Ja, klopt nog steeds. Toen vroeg ze, hoe zit het met de fijnstof? Ja, daar hadden we nog niet over nagedacht. Fijnstof. Ja, wisten we dus niet. Maar daar zijn eigenlijk, dan denk ik van, mensen horen dingen op het nieuws. En komen met jou terug, bij jou terug met die vraag. Ja, zo ver gaan onze aardbeien niet. Ze komen inderdaad, daar staan ze in de tuin. En je kunt zien dat ze daar groeien. Maar hoe het dan verder gaat met de fijnstof en dat soort dingen. Ja, zover gaat het natuurlijk niet. Dan heb je nog wat te onderzoeken. Ja, ja. Dat klopt. Dat klopt. Dus dat is wel leuk. Hartelijk dank voor jouw komst naar Café Anneke. Graag gedaan. Heel veel succes met het Hof van Kaatje. En als ik mijn kleinzoon op bezoek heb, kom ik zeker een keertje langs. Leuk, dankjewel.